en welkom weer bij deze nieuwe video. Het leek me weer leuk om jullie een dagje mee te nemen in mijn leven, dus dat gaan we nu ook doen. Ik ga eerst even koffie maken, want ik heb dat echt nodig. Ik drink nog steeds ijskoffie, echt slecht, maar goed. Het is dus echt een regenachtige dag, dus zo productief ga ik waarschijnlijk ook weer niet zijn. Maar ik hoop wel wat dingen klaar te krijgen vandaag. Geef deze video alvast een like en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dit is gewoon echt amazing ontbijt. Ja, echt mij bellen. Soms kan ik zo genieten van sommige TikTok sounds. Ik ga even mijn dagplanning maken en dat doe ik in GoodNotes. Sinds ik mijn iPad heb, is het echt mijn personality geworden. Ik heb zo'n veel te dure planner van een Floris planner gekocht. Kijk, dan kun je dit gewoon helemaal invullen en je hebt hiervan ook zeg maar nog een week planner. Kan ik helemaal doen alsof ik wel een georganiseerd leven heb. Oh, ben ik oranje? Ik heb zelf bruiner gebruikt. Volg me trouwens nog even op Insta, Daniel Kruijveld, laagstreepje. Ik heb zulke erg spraakgebrek in de ochtend. Kijk even hoe cute het is. Oh, Gilmore Girls, ik hoef letterlijk nog maar één aflevering van de Year in the Life. Dan heb ik gewoon alle 8 seizoenen afgekeken en dan heb ik echt niks meer te doen in mijn leven. Ik word letterlijk elke ochtend wakker met echt half dat dekbed uit mijn dekbed overtrek. En dan moet ik het weer helemaal opnieuw doen, maar goed. Ik heb even een planning gemaakt en ik heb echt gigantische wallen. Dus ik doe nog wel even wat van die Clay & Glow eye cream op. Ik heb nooit echt een idee of dit werkt, maar ik vind het gewoon heerlijk om op te doen eigenlijk. Ik heb dit opgestuurd gekregen en ik vind het helemaal leuk. Het is nu 10:30 en om 11:30 ga ik eerst even een rondje wandelen met Katrina, vriendin van mij. Dus dat is leuk, alleen nu regent het echt nog heel hard. En ik hoop echt dat het droog is, want ik heb echt geen zin om in de regen te lopen. En ik moet ook nog even mijn OV stop zetten. Aangezien ik mijn studie nu ben gestopt, moet ik helaas ook afscheid nemen van mijn studenten OV. En dat moet dan binnen een bepaalde tijd, want anders krijg je hele boete. Dus dat doe ik maar nu meteen. Anders ga ik dat sowieso vergeten en dan zie ik zo meteen die boete. Ik wil ook nog wat dingen kopen bij de kruidvat, dus komt op zich wel goed uit. Slay. Ik heb nu dus nog best wel veel tijd over, dus ik denk misschien dat ik wel even ga piano spelen. Piano spelen, Daniel, waar heb je het over? Kijk, dit was trouwens mijn setup, wauw. Ik heb hier een piano voor me, die heb ik namelijk gekocht. Als je me op TikTok volgt, wist je het eigenlijk wel, maar ja, dit was weer lekker een impulsieve aankoop, maar goed. Dus ik wil heel graag de piano leren spelen. Dus ik heb dus zo'n app gekocht, tenminste, het is zeg maar voor een jaar. Dat is echt veel te duur, maar goed. Ik kan het nog binnen een week opzeggen als het nu tegenvalt. Het heet zeg maar die Simply Piano. En dan volg ik zeg maar zo'n cursus. Ik ben hier alleen nog niet super goed in, maar goed, we gaan het gewoon even doen. Deze app heeft mij tot nu toe wel gewoon noten leren spelen. In principe volg je dus eigenlijk gewoon een cursus en dan komen er steeds meer nummers vrij, waardoor je die ook weer kan spelen. Zoals deze. Ik doe het gewoon helemaal verkeerd ook. Helemaal spierpijn van gisteren. Ik heb letterlijk voor de uur piano gespeeld. Dus mijn hoofd werkt niet meer mee. Diep in concentratie was ik. Nee, het ging op zich wel prima. Ik heb weer wat nieuwe noten geleerd. En ik kreeg ook weer een beetje error. Maar goed, dat hoort erbij. Ik weet eigenlijk niet of ik vandaag nog een leuke outfit aan zou doen of niet. Want ik heb nu deze boring trui met broek. Had ik gisteren ook al aan. Als ik een TikTok ga filmen, ga ik sowieso wel iets anders aan doen. Want anders heb ik de hele tijd weer hetzelfde aan. En dat kan ik niet tegen. Ik zou dus gaan lopen met Katrina, maar ze heeft niet meer gereageerd op een WhatsAppje dat we 10:30 gingen lopen. En het is al 10:55. Oh, ze is nu pas wakker. Gaan over een uur. Nou, dat is top. Volgens mij is het nu droog, dus ik hoop dat het dan ook nog droog is. Ik film even met mijn telefoon, maar ik ga dus even naar de winkel. Want ik moet dus die studenten-OV van mijn OV-chipkaart halen. Even lekker shoppen bij de kruidvat, kan altijd goed. Het waait dus echt vet hard buiten, maar volgens mij is het wel gestopt met regenen. Dus ik hoop dat ik een beetje in een fatsoenlijk van de fiets kom. Hier zit dus zo'n regenkapje op of zo, maar de regen gaat er gewoon doorheen. Dus ik snap niet waarvoor dat die capuchon dan is. Oké. Ik ben echt alweer veel te lang weg geweest.
Ik zou gewoon eventjes heen en weer gaan, even die OV en even wat boodschappen doen. Volgens mij ben ik echt 1,5 uur weg geweest, maar goed, het was hartstikke gezellig. In de Jumbo kom ik, omdat ik daar eerst heb gewerkt, kom ik daar altijd bekende mensen tegen, Job en zo, dus vet gezellig. Ik ben helemaal buiten adem. En ik had nog heerlijke ijskoffie gehaald van de Hema, want ik ben er echt verslaafd aan. Ik vind het zo lekker, oh, er komt iemand aan. Ook vind het zo ongemakkelijk om te filmen wanneer iemand langskomt. Ik snap echt niet hoe Monica Geuzel zo dat doet. Ik heb ook even geluncht in de Jumbo met Job, dus was wel gezellig. Fun! Auw, ik ben weer thuis. Ik zit even voor het raam, want daar heb ik goed licht. Dan hoef ik niet helemaal softbox neer te zetten voor het goede licht. Als de zon blijft schijnen in ieder geval. Mijn kamer is zoals jullie misschien wel weten echt super donker altijd. Dus. Oké, ik ben dus even naar de winkel geweest zoals jullie weten. Koekruimels gehaald. Echt, I love koekruimels. Op de een of andere manier kwam ik er elke keer langs die kraam wanneer die al dicht was. Dus ik was eigenlijk altijd te laat, maar nu was hij gelukkig wel even open. Gel. En ik heb dus concealer gehaald. Aangezien ik altijd gigantische wallen heb, wil ik gewoon even concealer proberen. Ik heb het al een keer geprobeerd, maar die concealers zijn allemaal niet mijn kleur. Ik heb er nu even 2 gekocht die hopelijk wel mijn kleur zijn. Zo gewoon van Essence. Die gaan we even proberen. Ik dacht ik koop er gewoon 2, want als ik dan zelf bruin heb gebruikt en zo, is mijn huidskleur gewoon net iets bruiner, zeg maar. Probeer eerst deze wel gewoon. Ik denk eigenlijk dat deze te licht is, maar goed. Bij Alejandro of zo, ik weet niet hoe je zijn naam moet uitspreken. Ik vind zijn TikToks echt leuk, maar het is een soort van zo'n natuurlijke make-up look. Dat je gewoon een beetje brons eruit ziet. Alsof je op vakantie bent geweest. Nou, dat wil ik ook gewoon even proberen. Oh, dit is echt niet mijn kleur, denk ik. Ik denk als ik geen zelfbruiner had opgedaan dat dit wel mijn kleur is. Maar nu is het volgens mij echt veel te licht. Want ik weet dat het wel een klein beetje lichter kan zijn dan je eigen huiskleur. Maar het moet natuurlijk ook weer niet te licht. En volgens mij is het nu, maakt het me gewoon bleek. Ik ga gewoon even die andere kleur proberen. Poging 2. Of is dit dan weer te donker? Want ik kan ze natuurlijk allebei ook gewoon mengen om de perfecte kleur te krijgen. Oh, oeh. Oeh, hi. Ik ga toch wel gewoon verder met deze kleur. Kijk, want ik heb ook nog deze Essence bronzer. En ik weet wel dat ik die gisteren ook op had. En dan word je wel gewoon lekker, alsof je lekker naar Curaçao bent geweest. Dus die ga ik nu ook gewoon proberen. Ik heb trouwens zulke lekkere hamkaascroissantjes bij de Jumbo gehad. Want ze waren net uit de oven. Ik had dus eigenlijk eerst koude gepakt. Maar toen kwam ik erachter dat er warm in de oven lagen. Dus die heb ik toen gewoon gepakt. En toen heb ik die oude weer teruggelegd. Ik weet niet of dat slecht is, maar ik heb ze niet met de hand aangeraakt. Dus in principe is er niks aan de hand. Ik heb trouwens dus bij de Jumbo gewerkt, dus ik weet hoe al die oven en zo werken. Oeh, dit is wel heel bruin. Er is wel heel veel nieuw personeel, maar er is ook gewoon heel veel die ik al ken. Dus altijd heel gezellig. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk aan het doen ben. Ik weet niet eens wat voor kwast dit is. Doen we hier ook gewoon nog wat? Of ben ik nu oranje? Oh, dit is heel erg. Oeh, die bronzer kan echt niet. Ik heb hier ook geen verstand van, oké. Nou, de... Oh, waarom deze vorm? Doe ik in ieder geval nog wat blush op. Nou, ik heb even mijn moeder om advies gevraagd. En zij zag dus helemaal niks. Wat goed is, want dat is zeg maar het idee van de natuurlijke look. Waarschijnlijk kijk ik dit zo meteen terug. En dan denk ik echt van, wat ben ik oranje. Maar voor nu doen we nog even deze misting. Hoe heet dit? Fixing spray. Ik vraag me nog steeds af of ik oranje ben of niet. Maar ik heb weer even piano gespeeld en het ging echt super slecht. Maar goed. Ik ga dus met Katharina wandelen. Dus ik vraag haar wel of ik oranje ben of niet. Ik ga nog even snel mijn haar doen. Aangezien alles mijn haar deed, het zo irritant door de wind heen en weer gaat. Ook heb echt nog maar 3 minuten. Maar ik moet nog even een verhaal vertellen. Gisteren was ik dus aan het terrassen met Job. En toen hadden we het een beetje over concerten. En of we dan nog naar concerten zouden gaan. En toen zei ik dus van Abba verjagen. Of hoe je het ook uitspreekt. Dat zag ik deed het op TikTok. En ik vind Abba muziek gewoon leuk. Dat is dus helemaal in Londen. En ik zei dat ik daar wel heel graag heen. Dat is echt een vibe en ik wou sowieso al naar Londen en zo. En dat concert wou ik ook gewoon naartoe, want dat is echt amazing, denk ik. Nu hebben we letterlijk een random citytrip aan het einde van deze maand gepland naar Londen met een vliegtuig. En dan slapen we dan in een vet leuke Airbnb dichtbij Soho. En ik ben dus nog nooit in Londen geweest, dus ik ben echt super benieuwd. Ik zou dus met school gaan, maar door corona ging eigenlijk elke reis niet door die school had gepland. Want ik zou voor de eerste keer van mijn leven gaan skiën met school, ging ook niet door corona. Ik heb er echt zoveel zin in en die week daarna ga ik dus naar Noorwegen met schaatsen, want dan ga ik daar dus schaatsen en daar heb ik ook heel veel zin in.
Het lopen was leuk. Ik heb lekker weer koffie gedronken. Dus nu heb ik weer enigszins wat energie. Ik ga verder met dit boek. Waarover ik het in de vorige video ook al had. We moeten toch echt verder lezen met dit boek. Het moet gewoon gebeuren. Ik heb echt heerlijke koekkruimels. Die ga ik lekker eten. Ik heb er echt zin in. Weten mensen trouwens wat koekkruimels zijn? Ik weet eigenlijk niet of dat helemaal landelijk bekend is, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon stroopwafel, maar dan in kruimels. Ik hou hier zo erg van. Ik vind het zo genieten. Amazing, amazing. Het waait en regent zo hard buiten. Dus het is zo chill om nu binnen te zitten. Ik kan er echt van genieten. Dit was ik gisteren. Echt helemaal doorweekt. Het is toch vreselijk. Ik ben natuurlijk weer vergeten met mijn domme hoofd om een outro op te nemen. Maar ik wil iedereen bedanken die naar deze video heeft gekeken. Bedankt weer voor het kijken. Geef deze video nog een like als je dat nog niet hebt gedaan. Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst. Oh, mijn Siri gaat aan. En dan zie ik jullie weer terug bij een van mijn volgende video's. Doei!